Hallo, welkom bij deze zomerse workshop. Voor degene die meedoen met de kalender is dit de maand augustus, de tekenles. En deze keer is het net even anders dan de voorgaande keren. Deze keer gaan we doodelen en ik ga het op een groot vel ga ik het voordoen. En voor degene die de kalender meemaken, die kunnen deze hier kopen en dan ga je dus op deze kant ga je doodelen. Ik zeg doodelen, ik weet niet of het echt of het een echt werkwoord is, maar zo zeg ik het zelf altijd. Dus je kan deze kant kan je daar mooi mee vullen. Ik heb hem zelf op een A4 heb ik hem gemaakt, ook als voorbeeld voor jullie om te gebruiken. Maar ook om hem op deze, om dit formaat te laten zien, zodat het wat duidelijker is. Want op de maandkalender is het net wat kleiner. Dus dan werk je gewoon iets kleiner. Maar wat ik op de A4 heb gemaakt, dus wat je hier ziet, dat is voor doodelbegrippen is dat best wel groot. Eigenlijk zijn doodles, dat zijn gewoon hele kleine tekeningetjes die je bijvoorbeeld als je leuke foto's hebt en die plak je in, dat je daar zelf op een heel eenvoudige manier leuke tekeningetjes bij kan maken. Doodle is ook echt voor iedereen. Iedereen kan dit. Het is, ja, je maakt eigenlijk op een soort kleuterachtige manier, maak je tekeningetjes. Maar door wat jullie in de voorgaande lessen hebben geleerd, kun je dit natuurlijk ook heel leuk gebruiken met schaduweffecten. Dan ga ik straks ook een stukje voordoen. Maar ik ga ook laten zien hoe je hem op een mooie manier in kan kleuren. Want dat is van doodelen natuurlijk heel erg leuk. Dan krijg je nog een zomers en nog een feestelijker blad krijg je dan. Nou, ik vertelde net al, doodelen, dat is echt een hele eenvoudige manier van tekenen. Ik ga jullie wat voorbeelden voordoen. En ik ga niet alles voordoen, want het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen zelf iets bedenkt. Misschien zeg jij wel van, nou, wij gaan deze zomer niet op vakantie, we blijven lekker op Urk. En misschien wil je wel wat leuke Urkertekeningetjes erin maken, bijvoorbeeld de vuurtoren. Dan maak jij gewoon je eigen doodles. Ik heb deze dus gewoon omdat het allemaal met de zomer en met vakantie te maken heeft. Dus ik vond dit wel leuke tekeningetjes. Maar je maakt dus echt gewoon helemaal weten wat je zelf doet. Ik maak gewoon alleen wat voorbeelden. Nou, laten we met iets heel eenvoudigs beginnen, wat iedereen in de zomer wel eet. Dat is een ijsje. Nou, een ijsje kun je tot in details kun je die heel mooi maken. Maar net wat ik vertelde, doodelen is echt super eenvoudig. Dus je maakt eerst het horentje. Dan maak je een bolletje ijs. Dan maak je nog een bolletje ijs. Die sluit wel aan op die. En daar leggen we lekker nog een bol ijs bovenop. Want we lusten natuurlijk wel een ijsje. En dan maak je van het horentje. Dat is zo'n wafelhorentje. Dus daar zetten we streepjes in. Komt niet zo heel erg krek. Nu heb je dus al een ijsje. Straks laat ik even een paar voorbeelden zien om in te tekenen. Maar voor degene die alleen met potlood willen werken, bijvoorbeeld degene die met de kalender werken, die hebben de hele kalender hebben ze met potlood gewerkt. Dus misschien vind jij het dan wel mooier als je dit ook op dezelfde manier doet. Nou, hoe doe je dat dan? Dat is bijvoorbeeld schaduw aanbrengen. Nou, dat hebben we geleerd. Dus dan breng je onder de bolletjes, breng je wat schaduw aan en ook de onderkant
van het ijs, daar zit de schaduw. Dan pakken we de doezelaar erbij. En nu lijkt hij al veel meer 3D. Dit hoort officieel niet bij Doodle. Het Doodle is echt 1D, dus gewoon het platte plaatje. Maar als je dit dus doet, dan krijg je gelijk het veel meer een 3D effect. En hier heb je dus je ijsje. Nou, ik lust heel graag van die Noga spikkels erop. Dus ik doe er even wat spikkeltjes op. En voilà, ik heb mijn ijsje. Nou, dat is eigenlijk al de eerste tekening. Kunnen we nog een ijsje maken? Die is nog eenvoudiger. Dan maak je gewoon een boogje. Met een stokje eraan. En dan heb je nog een ijsje. Misschien is het lekker als daar een lekkere laag overheen zit. Dan krijg je dus onder die laag, krijg je de schaduw en een beetje op de stok. Ik zal even mijn doezelaar even afvegen. Want die geeft er heel veel zwart af. Dit is beter. Dus nu heb ik lekker een ijsje met witte chocolade eroverheen. En dan gum ik de... Het andere even weg. Die dikke lijn die ik eerst getekend had. En dat is dus mijn tweede ijsje. Nou, misschien zijn jullie wel helemaal gek op ijs en weet je nog een derde te vinden. Maak die dan gerust. Je krijgt trouwens een bij je blad die je op kan malen, heb je een gewoon vel papier. Lekker om te oefenen. Die ligt hieronder, denk ik. Ja, dit is een blad om te oefenen. Dit is het blad waar je het op maken kan. En voor degene die een kalender, die krijgen die er dus bij. Nou, wat gaan we nu eens maken? Een heel simpel voorbeeld, dat is een slak. Gisteravond ging ik met de hond uit om... uur of 12. En toen liep ik bij Kerkje aan de Zee langs. En daar in één keer, krak, ik dacht, oh, wat is dat onder aan mijn voeten? Dus ik liep door en ik dacht, wat ligt daar? Zat gewoon helemaal vol met slakken met uitjes. Dus ik ben echt kriskras over dat paadje heen gelopen om de slakken te ontwijken. Maar die liepen daar dus in grote getalen. Een slak. Je maakt gewoon een rondje. En een stopje.
En dan heb je het huisje van de slak. En die kun je natuurlijk dan ook liggend maken. En dan komt hier komt de kop uit. Dan hebben ze van die dingetjes. En hier is nog een staart, zeg maar. En ook daar kun je weer leuk schaduw in maken. Als je dat een beetje alleen aan de onderkant doet, is dat eigenlijk al genoeg. En in de ronding van de slakkenhuis. En dan heb je al een slak. Dit is dus de slakkenschelp, het huisje en de slak. Nou, wat heeft er nog meer met de zomer te maken? Een baaier. Het is niet echt super warm. We hebben al wel een paar warme dagen gehad, maar mocht van mijzelf mag het wel wat warmer. Maar een baaier. We hebben bijna allemaal wel een baaier in huis. En dan begin je met een rondje. En je doet er 3 van die bladen aan. Nou, die is niet zo heel mooi geworden. Ik wil ze wel een beetje gelijk hebben. Zo, die is beter. Maar als je nu dit hebt, dan... Ja, dan lijkt het niet echt op een baaier. Maar dan kun je op een heel eenvoudige manier kun je laten zien dat het echt een baaier is. Dat hij ook ronddraait. Ik ga hem nog een keer maken, want ik ben niet echt tevreden. Dat is het leuke van potlood. Ik kan het ook uitgummen, maar dit is toch mijn oefenblad. Ik ga hem even meer zo doen. Dan kan hier de paal naar beneden. Die staat op een standaard. En doordat je nu hier een lijntje trekt. En daar. En daar. Krijg je al het idee. Dat hij draait. Alleen al door die streepjes. En dan zet je in het blad. Zet je ook nog een boogje. Dus nu lijkt het echt. Of hij die kant op draait. Dus dat is... De waaier. Nou, ook daar kun je natuurlijk weer met schaduw inwerken. En zo krijg je stap voor stap allemaal leuke tekeningetjes. Iets wat wij, als het wat warmer is, aan onze voeten hebben, dat zijn slippers. Nou, ga ik ook even als voorbeeld even maken. Je maakt eigenlijk gewoon een ovaaltje. En dan maak je een iets langer ovaaltje. En dan zet je een soort pijltje in. Balletje erop. En je hebt slippers. Als je er 1 doet, nou ja, dan lijkt het niet echt super dat je zegt, nou, dat is een slipper. Maar doe je nou een 2 erbij? Dan lijkt het al veel meer. Dan is de kunst natuurlijk dat je 2 dezelfde krijgt. Maar dat mag je
zelf proberen. Even wat schaduw aanbrengen. En dan hebben we slippers. Wat daar wel een beetje op lijkt, dat zijn van die flippers. Als ik het goed heb, geen slippers, maar flippers. Die je aandoet met onder water zwemmen, snorkelen. En die kun je op een hele eenvoudige manier maken. Eigenlijk is dit alles. Hier ga je met je voet in en dan zet je nog een boogje bij. En als je dan dit inkleurt, daar doe je dus je voeten in. Dan is dat donker en dan kun je nog even aan de zijkanten een beetje met schaduw werken. En zo heb je dus eigenlijk een andere manier van doodelen doordat je wat schaduweffecten gebruikt. Nou, een lekker glas koud ranja, dat gaat er met warm weer altijd wel in. Een glas. En een glas heeft een bovenkant. Een bodem en er zit oranje in. Dus dat moet je natuurlijk wel kunnen zien. Nou, het is altijd leuk als daar een rietje in zit. En een schijfje citroen. Nou, dat gaat er ook wel in. Dan halen we dat middelste stukje van het glas, dat halen we weg. En dan zetten we in het midden zetten we even een stip. En dan maken we allemaal rondjes aan elkaar, net als een bloemetje. Nou, zo ziet de citroen zit er ook zo uit en dan mogen er ook wat pitjes in. Nou, nu heb je een lekker glas frisdrank. En dan maken we het frisdrank, dat geven we schaduw. En zo heb je een lekker glas oranje. Hier zitten altijd van die boogjes in. Ik heb nu al een hele scherpe hoek gemaakt. Die mag wel wat ronder. Van die buigdingetjes erin. En je hebt een glas koud oranje. Wat zullen we nog meer doen? Een vlieger. Gisteravond stond er echt heel veel wind. Dus op de dijk zaten ze dus, dat was niet om 12 uur trouwens hoor. Maar dat was al eerder om 7, 8. Zaten er echt heel veel kinderen. En trouwens ook volwassenen aan het vliegeren. En aan het kitesurfen. Nou, daar was het prachtig weer voor. Dus we gaan er ook even een vlieger bij maken. Hier is een touw. Het is echt zo simpel dit en daardoor zo leuk. Dus je moet het echt niet moeilijker maken dan het is. Je kan nu aan de achterkant van de vlieger zitten van die stokjes. Dus je kan er van boven naar beneden doen, maar
Ik vind het zelf leuker om wat kleiner te doen. En als je dan een klein beetje een boog erin maakt, dan lijkt het ook nog net of dat hij een beetje bol staat. Nou, even leuke strikjes eraan. Dat zie je nu trouwens niet vaak meer dat ze er strikjes aan hebben. Maar vroeger hadden we er altijd lintjes aan. Of folie. Zulke dingen. Dus dat was altijd wel. Dat was altijd heel erg leuk. En dan maak ik deze kant donker, want hij loopt bol naar boven toe. Dus deze kant heeft dan de meeste schaduw. Tot de helft, even met je vinger. En dat is de vlieger. Nou, iets wat ook echt heel makkelijk is, dat is de surfplank. Dus dit is zand en je maakt een beetje een ovaal. Ik surf zelf niet, dus ik weet niet precies hoe een surfplank eruit ziet, maar zoiets. Nou, hij is wel een beetje heel breed. Even iets smaller maken. Zo, dit lijkt er meer op. Nou, ik had het plantje wel kunnen laten zitten. Want dat wordt dan de dikte van de surfplank. Nou, en als je hier dan leuk surf op zet. Dan weet iedereen dat dit een surfplank is. En je kan hem natuurlijk ook nog leuk versieren. Want als je surfplank ziet, dan... zitten er vaak hele mooie tekeningen op, bloemen. Maar ik doe nu gewoon een beetje schaduw. Voor degene die met kleur willen gaan werken, ja, dan is het natuurlijk wel hartstikke leuk om hem... helemaal mooi te maken. Helemaal mooi te versieren met mooie tekeningen. Is ook weer een leuke oefening. En zo heb je een surfplank. Dan kun je nog wat zand erbij maken. Nou, en als laatste kunnen we nog een kersen. Twee takjes. Altijd mega lekker in de zomer. Je maakt eigenlijk een soort hartje, maar dan niet dat puntje eraan, zeg maar. Dan maak je een beetje rond. Zo. Nou, een mooi blaadje eraan. En je hebt... mooie korsen. Nou, en zo kun je dus echt van alles verzinnen om te doen. En probeer ook voor jezelf het makkelijk te houden. Dus maak het echt niet moeilijker dan dat het is. Hou het echt heel eenvoudig.
Nou, op het voorbeeld wat je erbij gekregen hebt, er staan er natuurlijk veel meer op. En ik heb er ook nog Summertime bij gezet. Doodle Summertime. Misschien vinden jullie het wel leuk als ik dat nog even voordoe. Nou, ik zet het gewoon hier even boven neer. Nou, gewoon op de manier wat ik zelf leuk vind. Maar iedereen mag dat natuurlijk zelf weten hoe je schrijft. Mag wel een beetje grappig zijn. En dan kun je hem ook nog de lijnen dubbel maken, zodat je de lijnen leuk in kan kleuren. En nu kun je dus of met schaduw, kan ze ook met dat je alle de onderkant, zeg maar, dat je de onderkant van de letters met schaduw doet. Dat is wel grappig. Het leukste deze les is dat je gewoon lekker, lekker bezig bent en dat iedereen iets anders maakt. Ga gewoon lekker je eigen gang. Dat wat ik gemaakt heb is alleen een voorbeeld. Natuurlijk mag je dat gebruiken, maar het is ook leuk als je zelf iets leuks verzint. Nou, ik kan er ook leuk een zonnetje bij tekenen. Wat is leuk om hierin te doen? Nou, bijvoorbeeld dat ijsje. Zo, nu heb je gewoon een leuk plaatje. Gewoon bij elkaar. En dat is dus eigenlijk ook het doodlen. Gewoon wat leuks. Bij een foto of bij een tekst. Nou, ik hoop voor degene die alleen het tekenen gaan doen, dat die lekker bezig zijn en ben benieuwd naar het eindresultaat. Ik ga nu even verder met de kleuren te laten zien. Ik heb hier al wat ik dus gedaan heb. Dat is het getekende, dan zonder het 3D. Dus ik pak even de slak als voorbeeld. Die heb ik niet, deze heb ik niet 3D gemaakt met de doezelaar. Wat ik dus bij deze heb gedaan, voordat ik hem inkleurde, is eerst met de Micron pen de lijntjes overtrekken. Nou moet hij eigenlijk wel even drogen. Nou, het is zo droog. Dan gum ik dat dus uit. Dan gum ik het potlood weg. En dan blijft dus alleen de zwarte lijn blijven staan. En dan kan ik mooi in gaan tekenen. Voor degenen die dit leuk vinden. Ik heb hier bijna alle materialen heb ik hier. Dus die kun je hier ook kopen. Nou, nu heb ik hem dus met een micron pen gedaan.
En nu kun je hem dus op allerlei manieren kun je hem leuk inkleuren. Ik heb hier de originele Stabilon pennen. En zoals je ziet zit daar echt een heel fijn puntje aan. En dat is juist voor doodlen, zijn dat de perfecte pennen. Ik vertel daarvan, ik heb best wel grote tekeningetjes gemaakt om het duidelijk te laten zien. Maar des te kleinere tekeningetjes je maakt, des te kleiner moet natuurlijk ook de punt zijn van je stift. En nou ja, dat is bij de Stabilon het geval. Ik heb veel kleuren Stabilon pennen, maar ik heb bijvoorbeeld ook een gouden pen. Dus dat is heel leuk om daar leuke effecten mee te maken. Ik heb witte pennen, dus dan kun je ook weer leuk accentjes erop maken. Ik zal even wat laten zien. Die doet het al. En die ook. Bijvoorbeeld, ik heb de parasol hebben getekend. En nou, dan is het mega leuk om bijvoorbeeld even een gouden randje erbij langs te maken. Want natuurlijk zit iedereen op strand met een parasol met een gouden franje randje eraan. Nee, dat is gek, maar... Dat is dus gewoon om het leuker te maken. En dan kun je er een wit lijntje op doen als, nou, als dat het licht erop valt, zeg maar. En zo krijg je gewoon leuke effecten. Ook leuk om de letters... Om daar wat mee te doen. Ik heb er dus eerst roze op gedaan. Maar je kan bijvoorbeeld ook dan alle bovenkanten even een gouden randje geven. Dat maakt het allemaal gewoon net iets leuker. En hier word je gewoon vrolijk van. Gewoon lekker met die kleurtjes bezig zijn. En gewoon lekker kleine tekeningetjes maken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om het een keer op deze manier te doen. Ik ga straks verder om deze tekening af te maken en die zet ik ook even op Facebook, dus dan kun je die ook als voorbeeld zien. Ik wens jullie heel veel plezier ermee en vooral denk niet te moeilijk, maak het gewoon eenvoudig. En heb je iets leuks gemaakt, stuur het via Facebook of Instagram of op een andere manier naar me toe, dat ik jullie leuke werk ook even kan bekijken. Wie weet zie ik jullie hier wel in het atelier even en dan kun je ook altijd nog even vragen stellen. Dus veel plezier, geniet van de vakantie. Ik hoop voor iedereen dat we nog wat mooi weer krijgen, dat we lekker nog even naar het strand kunnen en van mooie avonden kunnen genieten. Maar voor nu heel veel plezier met doodelen. Doei doei!